En doe even een klap. Een klappie. Welkom bij Koken met Kennis. Vandaag ga ik in deze pan een omelet bakken. Denk je, een omelet kan iedereen? Nee, dit wordt een klassieke Franse omelet, een baveux omelet. En dat vereist toch een beetje techniek. En het mooie van deze omelet is dat natuurlijk is het super lekker, maar die omelet die blijft een beetje zacht van binnen en die hoopt zich zo op in een hoek. Nou ja, zoals je ze in Frankrijk te eten krijgt. Kijk mee. Vuur aan. Pan erop. Pan opwarmen. Wat heb ik nodig voor mijn omelet? In dit bakje ga ik 4 eitjes stikken. Oh, kijk. Het is van een kuikentje. Dus het zijn echte eieren. Dat is het bewijs. Wop. 1 ei. 1 ei is geen ei, dus we gebruiken zeker 2 eieren en wel 4 in totaal voor deze omelette. De French omelette. It's gonna be really nice. En daarin doen wij voor de smeuïgheid een beetje room. Krijgt hij ook wat meer vocht en dan blijft hij ook wat smeuiger. Even tikken. Ook doe voor de smaak alvast een klein beetje zout bij. Mag natuurlijk ook peper bij. Zout, die pan is lekker warm aan het worden en terwijl die pan aan het opwarmen is, tik ik even mijn eitjes. Kijk, even goed tikken. Nou, lekker wat boter in de pan. Moet wel lekker worden. Kan ook met olie, maar boter geeft net wat meer smaak aan je eitje. Boter even goed laten verwarmen, even uit laten bruisen, dan is al het water eruit en dan kan die temperatuur omhoog en dan gaat het eiermengsel erin. Bruis, 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 bruis. Kijk, dit is zo'n mooi moment. Nu wordt hij ook stil. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Geen gebruis meer. En nu gaat het ei in de pan. En wat we dan gaan doen is, we houden hem in beweging. We gaan lekker roeren met dat ei. En kijk eens, hier begint hij al te stollen. En lekker blijven roeren met dat ei. Heel mooi. En ondertussen stolt hij. Maar we willen hem dus niet helemaal gestold hebben. We willen hem eigenlijk een beetje rauw houden. Kijk, blijf stollen en nu ga ik hem heel langzaam naar de hoek van de pan toe werken. Dan mag ik wel even vals spelen met een spateltje. Kijk, nu duw ik hem even hier deze kant op en nu zet ik hem hier in de hoek en laat ik hem bakken. Kijk, dit is eigenlijk, nou, dit is precies die vorm die je altijd krijgt. En wat ik nu doe is hem eigenlijk even door laten garen. Iets warmer en dan kiep ik hem zo om op een bord. En nou, dan heb je je omeletje klaar. Ah, wat een mooi bord. Kijk eens. Hop, omelet op de bord. Kijk, prachtige omelet. Lekker baveux. Is precies wat we willen. En look here, de real French omelette. Dan ga ik hem afmaken met een beetje bieslook. Dan wil ik natuurlijk ook proeven. Hij ziet er in ieder geval heel goed uit. En alsof ik in Frankrijk ben. Vond je deze video leuk? Like hem dan. Wil je meer koken met kennis? Subscribe.